dood is, maar hij is echt niet dood. Oh, een heel klein dood slangetje. Hij is niet dood. Hij is niet dood. Dat zijn de meest giftige die er zijn. Nee. Gooi er eens een steentje naar. Nee. Jawel. Zielen. Steentje. Rob. Nee, we gooien geen steen op slangen. Nee, stop. Ik hoor niet bij we. Nee, niet. Wat doe je? Stenen verzamelen. Waarom? Mama is ook op zoek naar een geode. Dat is in het Engels. En van buiten. Wat is een geode? Een soort rondachtige steen en van buiten lijkt hij gewoon op steen en van binnen is het kristalachtig. Nou, we hebben in de natuur kamille geplukt. Dan gaan we drogen en dan gaan we de thee van drinken. Als het lukt. Jawel, het lukt wel. Ah, zo wordt die meisje! Ah, zo wordt die 16 meisje! Allee, meisje! Hop, hop, hop! Zo wordt die koeken! Zo wordt die pan! Ik kan niet meer omhoog kijken hoor. Wat is er aan? Het is gewoon heel donker, ik weet niet wat ik hier moet verwachten. Deze loopt van dood. Oh, okay. Ik dacht echt ook een monster te lopen. Maar dat is rokkenwaaier er mooi op. Waar ben je? Ik mag het doen. Ik raak bedwelmd ervan. Ja. Hier is je poten. Maar hoe kan ik dit missen? Het is een kop. Het is gewoon steen. Het vliegt niet weg. Alleen als je naar beneden gaat en niet te lang schuin loopt. Wie zou je hier willen zien optreden? André Rieu. Nee, ik Freddie Mercury. Ah, dan ben je te laat. Nee, gewoon in je fantasie. Monument voor de scouting. En wat staat erop? The founder is Lord Robert Baden-Powell. Ik wou het niet hoeven te googlen. Ja. Het voessen aan de vreemde landen. Ik schwee wijn naar rode wijn. Spinazie is ook lekker. Zie je gezicht voor vele kanten. Rijd ik steeds uit voor Parijs. Een schale mesh en muzzelblindje. Dat was de wenkje voor ons land. We zijn dus in Luxemburgstad en ik probeer echt al een derde kerk binnen te gaan. De eerste, dat was een dienst. De tweede, dat was een concert. En deze wordt gerestaureerd. Sorry, geen kaarsjes voor alle overledenen. Er kiet hem jonke bij de meemsje. Want zie een drinken mat verstand.
ja, kinderen ook, niet alleen scooters, maar ook met van die kleine fietsjes, hoe heet het nou, van die stepjes. Was het? Leuk. Ja? Mm. Die zijn helemaal bij de ponton geweest, zag ik ook. Hè? Ja, klopt. Oh, sorry. Nou, de eerste keer. Ze was, Ida was van iedereen. Maar hoe hang je dat op? Ja, en ook dit, zo'n naaimachine. Dit zou zomaar oma kunnen zijn in Spanje. Hey, Rossa wil niet op beeld, want ze is ook lid van de Rieten Hoedjes familie. Maar Rossa wil niet op beeld, dus dat gaat ook niet gebeuren. Toch wel. Kijk. En we hebben... Nee. We hebben een heerlijke linzensoep. Kijk, heerlijke linzensoep. En de... Spazieren gehen. In 40 Minuten ist die wieder fertig. Mag je het niet naar boven trekken? Nee. Toen begon de bouw pas. Het jaar 360. Jezus. Is na Christus. Christus. Christus, wat oud. Heel indrukwekkend dat ze het zo hebben kunnen nabouwen, zeg maar. Garam masala. Hoe? Garam masala. Oh, vertaal. Met rijst. En vertaal, maar de verkeerde kruiden. Er zitten tandoori kruiden doorheen. Daar is er geen garam masala. Maar het is toch lekker. Mm-hmm. Ik hoop het. Helene. Met pappadum. Geniet er ook van. En? Funkbier. Funkbier. Je moet ze eten geven. Dan vind je maar een rare rode koe. Kijk meiden, daar een grot. Zie je daar? Oh, ja. Daar leefden die wolven natuurlijk. We zien hier een magische beetle. Zie die glimmertjes op zijn huid. Oh my god, hij beweegt! Waar zijn jullie? Hier.
Moet kijken, wat een rots, man. Oh, dit is net een Flintstones. Moet je deze rots zien, dat is toch niet normaal? Uitglijden. Ja. Nu begin ik wel moe te worden. Ah, joh, ja, we moeten echt zo. Pas 10 kilometer geloof ik. Door kapitalisme. Daar gaan we.